Hi, ik ben Joshua van Bax Music. Vandaag heb ik voor jullie de Jackson Monarch SC-XMG Set in Black uit de X-series. De gitaar heeft een klassieke vorm die Jackson sinds een aantal jaren ook zelf produceert. Dan gaan we eens kijken wat er allemaal op zit. We beginnen bij de kop. Zien we een mooi zestal goudkleurige Jackson tuners. Ze zijn niet heel speciaal, maar ze doen wat ze moeten doen. Komen we bij de hals. Dan zien we 22 medium jumbo frets. En het speciale van deze hals is dat hij voorzien is van een compound radius. Bovenaan de hals is de radius 12 inch, dus speelt hij vrij soepel. Hoe hoger dat we gaan, hoe platter dat hij wordt, tot 16 inch. Daarmee kun je makkelijker lead spelen, wat makkelijker noten opdrukken. En kun je hem ook super laag afstellen, zodat niks je nog in de weg zit om te shredden. Komen we bij de elementen. Hier zien we een paar EMG elementen. 81 in de brugpositie, veel gebruikt door Metallica en heel veel andere metalartiesten. Zach Wild gebruikt hem ook. En in de halspositie zien we de 85, het broertje van de 81 zullen we maar zeggen. Samen geven ze veel output dankzij het actieve systeem dat erachter zit. Ze zijn uitermate geschikt voor metal en geven je versterker een lekkere optater voor veel overdrive en veel gain. Hier hebben we twee standen elementschakelaar, volumeknop voor de brugpositie. Volumeknop voor de halspositie en een toonregelaar om het geheel wat minder hoog mee te geven, maar eigenlijk zet je deze liefst gewoon altijd open. Dan zien we hier nog een tomstijl brug, die zorgt voor een lekker solide klank, zodat je akkoorden en je riffs en weet ik het allemaal goed doorkomen. Draai ik hem nog even om. Hier zien we het batterijvakje met een handig snel clipje, dus als de batterij van de elementen leeg is, kun je hem snel vervangen. Ook zien we hier bij de hiel dat er een kleine uitsparing in zit, waardoor je dus makkelijker bij de allerhoogste frets kan komen voor de meest wilde solo's. Ga ik je met dit metal monster toch even wat clean geluiden laten horen. Begin ik in de halspositie, vind ik zelf de mooiste. Gaan we naar de middelste positie. En de achterste positie. Mocht je deze gitaar kopen, dan koop je hem waarschijnlijk om gewoon rock en metal mee te spelen. Dus dat ga ik ook maar even laten horen. Beginnen we bij de halspositie. Zoals je hoort heb je een lekker volle, bijna zuigende toon, waar dit soort gitaren bekend om staan. Gaan we naar de middelste positie. Een beetje van beide zullen we maar zeggen. En de achterste positie. Ga ik nu nog een metal klassieker spelen om te kijken hoe deze gitaar dan klinkt. Dit was de Jackson Monarch SC-XMG in de kleur Set in Black uit de X-series. Het is een leuke, zeer complete rock en metal gitaar voor een vrij vriendelijke prijs. Mocht je denken, ik wil hem gelijk kopen, dan kun je hier ergens in beeld klikken. En dan ga je gelijk naar de productpagina. Daar kun je tevens meer informatie vinden, mocht je eerst wat meer willen lezen. Denk je, ik vind hem wel leuk, maar ik wil hem toch eerst proberen? Kom dan naar een van onze winkels. Dan kun je hem in levende lijve vasthouden, horen en bespelen. Vind je deze video leuk? Deel hem dan met al je vrienden.
Laat een duimpje achter en vergeet zeker niet om je te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot ziens!